Deze beschouwing die krijgt nog een mooie titel. En ik zit echt best vol met ideeën voor uitzendingen en dingen. En ik denk dat ik even een pas op de plaats moet maken. En even gaan terugkijken op wat er nou allemaal uh, te gebeuren staat. Laat ik beginnen met uh, het grote CO2-experiment. Dat staat onder deze uitzending. Als je naar beneden. Heb je, moet je meer tonen of zo. Maar dan heb je gewoon een sterkje, sterretje, sterkje. En dan krijg je het grote CO2-experiment. met twee linkjes. Dan moet je even kijken. als je ze al niet al gezien hebt. En ik heb twee reacties gekregen. Dat betekent voor mij het start zijn om. Te gaan werken aan het document voor de opzet. Want ik weet precies wat we moeten gaan doen. En als ik dat allemaal netjes uitschrijf. dan weten de mensen die mee gaan doen. straks ook precies wat we moeten gaan doen. Dat scheelt. Lijkt me leuk. Ik ga het hele plan. Tot in detail helemaal uitschrijven. Een hele lijst van wat we nodig hebben. En, en wanneer we het nodig hebben, wat we het eerste nodig hebben en of we het daarna pas nodig hebben. Of misschien dat we alles in één keer kunnen maken. Ik denk het niet. Ja, dat wordt heel leuk. En even voor het CO2-experiment. Behalve dat ik twee medestanders heb gekregen. Ik ben hier ook even in Arnhem bij Radio Piep. <laughs> Zo wordt die dan nou genoemd hier in Arnhem. Ah, die heet helemaal niet Radio Piep. Die heet Radio Piet. Vroeger was dat een winkel en dan kon je je TV laten repareren. Dat was heel lang geleden. En nu kan je daar allerlei elektronica kopen. Waaronder een Arduino. Dat is zo'n single board computer. Die dingen zijn niet duur. Inclusief voeding betaal je daar. Voeding kastje. en kastje. Alles bij elkaar Het is 99 euro. Inclusief BTW. Ik pak even mijn thee. Dat rijmt op BTW. Nou, misschien dat jullie dat ook maar moeten doen. Pakken dan. Hè? Druk je even op de pauzebutton. We maken het uit. Bro, het is hier nu momenteel een zondag. En bij jou, ja, dat weet ik niet. Anders doe je alsof het zondag is. Maak het uit. Dat is ook zo'n gedachte van mij. Ja, iedereen heeft het altijd over dat je dingen zeker moet weten. Maar hoe kunnen we nou zeker weten dat het vandaag zondag is? Er is geklooid met die kalender, jongen. Voor de eerst hadden we een. Uh, wat hadden we? Hadden we eerst een Juliaanse kalender of zo? En toen een Gregoriaanse kalender. En wat hadden we daarvoor eigenlijk? En dan moet ik maar geloven dat na al die duizenden jaren. Niemand zich nooit een keer vergist heeft en dat het inderdaad vandaag zondag is. Ja, dat, dat moet je dan maar aannemen. Het is ook nog een tijdje bij de Franse Revolutie, volgens mij, geweest dat ze daar een week hebben ingevoerd van tien dagen. Nee, dan gaan we lachen. Maar ik heb mijn thee. En een ander nieuwtje is dat ik vandaag de tachtigste abonnee heb mogen begroeten. Ja, niet in het echt, maar... Maar inmiddels is dat toch al een heel clubje. En er zitten een aantal mensen tussen, en die ken ik persoonlijk. En er zijn een aantal mensen tussen, en die sturen mij ook berichten. En daar ben ik mee in discussie. Op een vriendelijke, leuke manier. Ah. Daar ben ik heel content mee. En Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, die zei even: Nou, als je één keer boven de zoveel abonnees bent. Dan gaat dat steeds harder groeien. Het lijkt erop dat hij gelijk heeft. En kennelijk doe ik dus iets goed. Ik denk wel dat dat hele milieugezeur van de politiek. Waar dit CO2-experiment natuurlijk een gevolg van is. Het, is. het komt door dat milieugezeur. Anders zou ik het nooit doen. Want ik weet nu al dat het een hele hoop moeite wordt om te gaan zitten kijken naar... Uh, ja, we krijgen uiteindelijk, om het kort samen te vatten, we hebben dan een proefopstelling. Even los van hoe die nou op kies in elkaar zit, want het maakt niet zoveel uit. En er zit een computertje bij, een echt een heel klein computertje. Dan heb je het geover, niet ja, ongeveer zo groot als een pakje sigaretten. En die uh, logt... Twee CO2-meters en vier temperatuurmeters. Dus er komen vijf series van getallen komen eruit. En de CO2 dat komt in ppm, mag ik aannemen, parts per million. En de temperatuur die komt in graden Celsius. En dan hebben we dus in totaal zes, zes reeksen. En elke reeks, is, de ene reeks, de linker reeks is dan met uh, dat lage normale CO2 en de rechter reeks is dan met het verhoogde CO2. En voor de rest zijn het dezelfde gegevens, namelijk één lijn met CO2-waarde en de andere twee lijnen met temperatuurwaarde. En de temperaturen, dat zeg ik je nu al, die zijn uh, identiek. Ja, niet letterlijk identiek, maar als je ze uitmiddelt, dan zijn ze identiek. Ja, er zit altijd een verschilletje tussen, maar hè, ze zijn identiek. Dus het levert eigenlijk helemaal niks op. Het enige wat het oplevert is dat je aantoont dat in een experiment niet blijkt dat een atmosfeer met iets meer CO2 dat dat meetbaar warmer wordt. En aangezien de atmosfeer op aarde... Nou, daar lijkt het erop dat die meetbaar warmer is geworden. En ja, het is ook weer zo dat als je kijkt naar de Nederlandse situatie... dat het niet keihard is. Want de laatste twintig jaar is de temperatuur in de beeld niet gestegen... En in de jaren daarvoor is er weliswaar een stijging geweest, met name van de jaren 60 tot en met de jaren 90 van de vorige eeuw. Dus in die 30 jaar zo'n beetje. Maar ja, dat kan ook een opleving zijn van het moment. Ja. Want we weten inmiddels dat zoiets als de jaargemiddelde temperatuur, ook de jaargemiddelde temperatuur in de beeld, ja, die varieert. Kijk, als je met een dobbelsteen gaat gooien en dat ja, doe je elke dag een keer. En plotseling uh, is er een bepaalde maand en dan gooi je echt heel vaak een vier of hoger. Ja, dan hoef je niet gelijk te gaan denken dat de dobbelsteen uh, bezeten is of uh, weet ik veel wat is. Dat is toeval, heet dat. Nou, maar het was wel heel toevallig in de maand dat uh, mijn schoonmoeder jarig is. En dan denk ik toch, ja, die schoonmoeder heb ik altijd van gedacht. Dat, uh... Ja, ja. <laughs> Tuurlijk, Jochie. Dus het kan zijn dat we ons druk maken voor zover het hebben over die temperatuurreeks van de beeld. Dat wij ons druk maken helemaal over niks. Dus dat er ook niet eens een temperatuurstijging is gemeten. In ieder geval niet in het beeld. En... Dan heb je wel op het internet heb je allemaal van die ja, hele wilde grafieken en dit en dat en wat me vooral opvalt heel erg veel grafieken. En dat heb je natuurlijk niet nodig. Hè? iedereen gaat het weer anders neerzetten. Ja, voor mij hoeft dat niet. Als je kijkt naar de gegevens van de beeld, dan zie je helemaal niks. Bah, een beetje zie je wat. En de zeespiegel, ja, die stijgt heel gestaag. Dat doet hij al heel erg lang, al 200 jaar. Dus voordat wij begonnen met het verbranden van koolwaterstoffen op een grote schaal, op grote schaal, voordat we daaraan begonnen, toen was de zeespiegel al aan het stijgen. Dus en hij stijgt heel constant en hij stijgt een heel klein beetje per jaar. Dus 1,7 mm. Kijk, als wij heel slecht weer hebben hier in Nederland en we hebben weer een, een, een springtij. Dat betekent dat de maan en de zon aan dezelfde kant. Ja. Dan zit de maan aan de andere kant van de aarde. Of heb je juist volle maan? Nee, heb je volle maan, dacht ik. Dan ja. heb je volle maan. En dan midden in de nacht. En dan heb je spring. Als je dan ook nog. Ja, dan is het vloed. Dan heb je heel hoog water. En als je dan ook nog Noordwesterse storm hebt. Ja, dan heb je heel hoog water. Daar kunnen onze dijken tegen. Ja. Daar houden ze rekening mee. De zeespiegel die wordt niet gezien als een constante. En terecht, want die is helemaal niet constant. Die varieert heel erg. En in die variatie gaat die dan 1,7 millimeter per jaar omhoog. Niet iets om je zorgen over te maken. Aangezien de, ja, die variatie in de zeespiegel, dat is al gauw 20 centimeter hoor. Dus als je het hebt over 2 mm per jaar stijging, dan heb je dus over 100 jaar heb je 20 centimeter substantieel erbovenop. Ja. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Dus zo duur is het niet om die dijken te verhogen. Dat kunnen wij als Nederland makkelijk ophoesten. Dat konden we in 1951 ook. Of 53 meneer was dat? Toen konden we dat ook En toen moesten we behoorlijk aanpakken. En nu moeten we 20 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter bovenop. Dus... Mwah. Nee, ik zou me daar geen zorgen over maken als ik jammer was. Wat ik ook van de week zag, ze hebben een soort weekbesprekingen. Ik zag dus Donald Trump op bezoek bij de paus. En ik ja. Ik ja, ik werd er emotioneel bij. Ik dacht jij vieze, vuile goren <laughs> En nog meer dingen. Maar die mag je niet zeggen op internet. Ja, nou, ik vind het zonder meer ook zo. Een uh, woord als Ja, dat. Maar dat is die natuurlijk wel. Hè. Wat doet zo'n. Zo'n homo. Nou, een homo in generaties, hè? Dus uh, ik zeg niet dat Donald Trump. Uh, van uh, seks met hetzelfde geslacht houdt. Een homo. Ignoratius. Ignorantius, moet je zeggen. Ignorant. Ekel. En wat doet hij nou bij de paus? Dat weet dan Donald Trump helemaal niks van de geschiedenis. Maar hij, hij mag toch weten dat uh, de paus, paus Franciscus, uh, die was kardinaal ooit in Argentinië. En hij was toen kardinaal, dus Franciscus, Giorgio Mario Bergoglio. Hij was kardinaal toen die vuile oorlog plaatsvond. Daar heeft hij geen sodeu aan gedaan. En in die dagen speelden er in Argentinië ook de nodige seksschandalen. Waarbij priesters zich vergrepen hadden aan kleine kinderen. En daar heeft hij wel wat van gezegd. Dat komt er echt niet hoor. Dat je bischoppen gaat vervolgen. Nou, en die kleine jongetjes. Uh, hè? Niemand zegt er ooit wat van die kleine jongetjes hoor. Die er heel sexy bij lopen in hun korte broekjes. En oh, een smeerlap is die Gorga Mario Bergoglio, man. En dat is een Trump, die gaat dan... Naar... <middels> May I lick your toes? En dan bouwt uh, Francisco zo, uh, nou, als je dat heel aardig vraagt, maar niet zo kriebel, hè. Want die, die andere Amerikaan, die, uh, die Bush, die, die deed dat ook, die likte ook meteen, maar dat kriebelde zo, dat, dat, dat wil ik dan niet, hoor. Maar dacht ik ook, hè, als nou de regering een afspiegeling is van het volk, hè, dan, dan denk ik van ja, het verklaart wel heel veel. Want ja, om, nou, ja, om eerlijk te zijn, uh, ja, uitzonderingen daar gelaten, maar de mensen in mijn omgeving, die, ja, die blinken niet uit qua. Uh, Begrip voor de medemens. Of geschiedeniskennis. Of. Ja, Bijbelkennis, daar moet je al helemaal niet over beginnen. En dan krijgen ze gelijk uh, allemaal last van. Oh nee, nee geen Bijbelkennis. Nee, dan ben ik, uh, de dokter heeft gezegd, daar ben ik allergisch voor. Het. Ja, de heette Bibelallergie. Ik kan het woord Bibel. Oh nee, oh, ik, ik moet er helemaal verstotteren. Oh, je bedoelt Bijbelallergie. Ja, dat woord dus. B zie, ik kan het niet eens zeggen. Nee, hey, daar moet je al helemaal niet mee komen. Als je tegen de eerste, de beste mens zegt: hè, van nou eh, A is echt heel anders dan B. Het eerste wat, je, wat ze dan nou zeggen is dat. Nou, dat zeg je nou wel. Maar ik ken een geval waarbij eh, A toch echt B was hoor. Hè? Dus eh, A is niet altijd eh, ongelijk aan B. Doodziek word je van die mensen. Ik had ook zijn discussie met iemand die dus ook de objectieve werkelijkheid, de algemene waarheid, uh, niet wilde accepteren. En uh, dat was dan zijn uh, algemeen geldende waarheid: namelijk dat er geen algemeen geldende waarheid is. En dat is dus de enige algemeen geldende waarheid. Dus er is maar één algemene waarheid. En die luidt. Er is geen algemene waarheid. Nou, toen kwam ik bij die persoon met het fenomeen. Uh, scheiding tussen kerk en staat. Vind jij dus onder bepaalde condities uh, best positief? Toen uh, begon niet me toch een partijtje op te spelen, joh. Ja, nee, uh, dan niet. Nee. Uh. So, ja. Uh, een scheiding van kerk en staat. Uh, dat is nou. Uh, dat is dus. Wel een objectieve waarheid. Dat het goed is. Hè? En dat kon hij dus ook niet zeggen. Want hij had net lopen vertellen dat de enige objectieve waarheid is dat er geen objectieve waarheid is. Dus dan moet je niet komen met een voorbeeld. Waar hij het niet mee eens kan zijn. Dat het niet waar is. Dus. Oh, 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 oh. Nou, die persoon die gooide het uiteindelijk maar op. Van, nou, als je nou steeds weer terug blijft komen op dat ene argument van die scheiding van kerkenstaat, staat. Nou, dan hangt de telefoon op. Maar toen heeft hij nog iets anders gezegd. Toen voelde ik. Nou, toen zei hij iets beledigends over een vriend van mij. Toen zei ik, ja, dat moet je niet zeggen. Want die vriend is er punt 1 niet bij. En punt 2, je moet dat soort dingen niet zeggen over andere mensen. En toen was het gesprek voorbij. En volgens hem was ik degene die mijn boekje te buiten was gegaan. Ha, 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 ja, natuurlijk. Joh. Nee, in zekere zin lopen we allemaal achter de pauze aan. Dus... Geeft het ons een fijn gevoel? Want... Nou, er is, dus, dat vind ik wel fijn dat er, qua geloven, dat er dus alle geloven dat die wel een soort, ja, noem het maar een keurmerk. hè. Dat uh, niet iedereen zomaar wat gaat geloven, maar dat de paus uh, er wel eventjes op toeziet. Dat mensen het correcte geloven, dat, je, dat, het, niet, dat het niet uit de hand loopt met het geloven. Want uh, ja, stel je toch eens voor, zeg. Uh, ja, ja, dat, ja, dat wil ik nou verder niet doen of zo, hoor. Maar, maar stel je eens voor, uh, dat, nou, dan, daar moet ik niet aan denken, hoor. En dan denk ik, nou, dan is het maar goed dat de paus er is. Check. Ongelooflijk. Er zijn er ook uh, in, in Amerika. Dus dat is allemaal actueel hoor. dat was van de week was dat. Er is een, uh, een fast food keten. Die heeft ook een vestiging hier in uh, Amsterdam. En die heet chick streepje, fil. F I L. L, dacht ik, veel. Een streepje en dan de hoofdletter A. Die zegt chick filet. Chicken filet. Kipfilet heet het dus eigenlijk. Nou, iedereen kent kipfilet. Dus, uh, ik heb het toch heel lang niet meer gekocht of opgegeten. Oh, als je het. Ja, ik, ik moet het toch even kwijt hoor. Maar als je dus niet veganist bent of vegetariër. Hè? Kijk, kipfilet is niet duur. Hier op de markt uh, betaal je echt een schijntje man. En wat ik bijzonder, bijzonder lekker vind, is dan maak je... Het is super simpel ook. Je hebt nodig een ovenschaal en een oven. En dan heb je een klets uh, niet te weinig uh, slaolie nodig. Dan dus doe je slaolie in een bakje. En dan gooi je in het bakje wat je maar lekker vindt. Ja, niet aardbei in een slagroom, maar... Koenjit. Dat is een Nee, kon je het toch? Nee, kun je het. Maar goed, dat kon je het kan ook, hè? Dus komijn. En dat is ginten. Kun, kun je het? is toch koeken, maar zo? Anyway, kerry, uh, uh, paprika poeder, daar, daar ga ik dan voor. Dat vind ik lekker. Knoflook. Uh, Verzin maar wat leks. Maak je een lekkere kruidenpasta. Je kan ook gaan voor het Italiaanse-achtige. Dan dus werk je met oregano en majorijn, of majolijn en wat wil je er meer in hebben? Zeg maar, van die gedroogde Italiaanse kruiden. Lekker man. Basilicum. Knoflook natuurlijk. Nou, ja, daar maak je een lekkere pap van. En dan heb je een overschaaltje. En dan haal je die kipfilet. Doe je verder helemaal niks mee? Ja, als ze aan elkaar zitten. Soms zitten ze aan elkaar. Snijden ze even los. Dat je twee stukken hebt. Haal je ze door die, die meuk heen. En die leg je in dat overschaaltje. En de restanten van die uh, meuk die je gemaakt hebt, die giet je over die kipfilet heen. Nou, ik heb een overschaaltje met een deksel. En als je dat niet hebt, neem je aluminiumfolie. Doe je eroverheen. Je kan die, die kipfilet ook inpakken in aluminiumfolie. Het is nog makkelijker. Pak je ze lekker in. En dan uh, doe je het in een oven die al een beetje op temperatuur is. En dan, dat is de truc, niet te warm. 160 graden, dat is echt genoeg. En dan 20 minuten. Dat is echt genoeg. En dan is dus die kipfilet niet helemaal wit. Dan is die van binnen nog een beetje roze, Dat is lekker. Oh. Nou, en dan meet je daar een salade bij. Oh, dat is lekker jongen. Gewoon ijsbergsla met een tomaatje erin en wat alles. In principe ben je klaar. Als je dus één kipfilet per persoon, oh, lekker voor een lunch of zo. Dat vooral dat die kipfilet dat die dus niet droog is, maar lekker uh, sappig. Anyway, Chickfilet die heeft dus uh, zich helemaal verdiept in kippenfilet. Die doneerde een deel van de opbrengst aan het Leger des Heils en aan nog een organisatie christelijke organisaties. En die meneer Chick-filet. die was van huis uit. Uh, bijbelgelovende christen. En op zondag. had hij al zijn restaurants dicht. En nu hebben. de LGBTQI-mensen. Uh, die hebben gedreigd met een boycott. En nu heeft Chick-fil-A de donaties ingetrokken aan het, uh, aan het Leger des Heils. En die andere christelijke club. Leuk, hè? En dat alleen maar omdat Paulus in de eerste eeuw heeft opgeschreven. In zijn brief aan de Romeinen. Dat het feit dat de Romeinse bevolking. Dus niet de christenen, maar. de anderen die in Rome woonden. het feit dat zij. niet in God geloofden. dat de straf die God hun gaf. die, die straf bestond uit het willen bedrijven van seks. met mensen van hetzelfde geslacht. Het dus was een straf van God om zo te doen. En we weten allemaal... of weten, ik weet niet of iedereen het weet, maar... Uh, homoseksuele mensen... die leven... twintig uh, nou, jaar... korter... dan heteroseksuele mensen. Scheelt zoveel, scheelt het. Hè? En een belangrijke factor is... Dat ze heel veel wisselende seksuele contacten hebben. En daardoor. Uh, ja, ten prooi vallen aan. geslachtziektes. En dan gaan ze op zich niet dood aan die geslachtziektes. Want daarvoor nemen ze antibiotica in. En dan overleef je die geslachtziekte wel. Maar. antibiotica. De letterlijke betekenis van dat spul, anti-, betekent tegen. Ja, ik vertel je niks nieuws hoor. Anti, dat betekent tegen, en dan biotica, Nou, dan komen van bios. En bios betekent leven. Dus het is antibiotica. Dat staat gelijk aan een aan gif. Dus de betekenis van het woord antibioticum en de betekenis van het woord toxine, dat is hetzelfde. Je kan ook zeggen, het is een biocide. Je hebt een insecticide, dat is tegen insecten. Je hebt een herbicide, dat is dan tegen onkruid. Je hebt een rhodicide, dat is tegen knaagdieren. Dat is rattengif, dat is een rhodicide. En je hebt biocide, dat is tegen alles wat kruipt, leeft en groeit. Nou, daar valt antibiotica onder. Jo, maar de mens die blijft ervoor niet leven. Ja, maar hij leeft niet zo lang. Je moet er geen hobby van maken. Ik heb ook een keer een antibioticum geslikt. Achteraf denk ik dat ik dat niet had hoeven doen. Want mijn ziekte die ik had, die was niet dodelijk. Ik had keelangina. Ja, dat is wel heel vervelend. Je bent, er erg, je bent er heel erg ziek. Maar je gaat de dag niet dood aan. en met die antibiotica, nee, antibioticum wat ik kreeg, de huisarts zei nog, nou je krijgt een instapmodelletje, want je moet ermee oppassen, hè? Dus je, je kan dus een, uh, je kan resistent raken via ja, de ziektekiemen die je in je draagt, die kunnen resistent raken tegen antibiotica die je inneemt, dus dan moet je niet gelijk uh, met de crème de la crème middelen kopen, want, komen, want dan helpen die straks niet meer als het echt nodig is. Dus ik had zo'n instapmodelletje antibioticum gekregen. Nou, ja, dat hielp pas een. Uh, dat was erg goed. Ja. Drie dagen liep ik weer in de rondte. Koffie was weer lekker. En meneer zat weer vrolijk sigaretjes te roken. Checkjes. Nou ja. Het duurde drie, vier maanden, toen had ik de kwaal weer terug. <laughs> en toen heb ik geen antibioticum genomen, toen heb ik het uitgeziekt. Dus ik ben gewoon in bed gaan liggen en uh, iedereen kon een rimband krijgen. En het was wel heel vervelend, het was even kiezen op elkaar. Maar... En toen was ik weer beter, dat heb ik het nooit meer gekregen. Ik wil maar zeggen, ik heb het ook één keer antibioticum gedaan. En ik denk niet dat ik daar blijvende schade van heb opgelopen. Maar als jij een promiscuus seksleven hebt... en er zitten dus gevallen bij onder die homoseksuele mannen met name... er zitten gevallen bij met ja, 300 sekspartners, verschillende, in een jaar. Ja, dan gaat het hard, jongen. En dan kan je je net zo goed gelijk laten injecteren met syfilis... Ja, dan zit je bijna jaarlijks aan de antibiotica. En dat is, dat is heel slecht voor je lichaam. Dat moet je niet doen. Dus of je het nou om Bijbelse gronden bedenkelijk kijkt naar bevolkingsgroepen die zich bezighouden met seks tussen hetzelfde geslacht of onder hetzelfde geslacht, of je dat op Bijbelse gronden doet of dat je dat doet op basis van je statistieken. Dat allebei is het zorgelijk. en mensen die dat dus doen hè? seks met hetzelfde geslacht die ja die gebruiken meer dan gemiddeld uh, middelen genotsmiddelen uh, zoals poppers uh, uh, ook uh, alcohol en tabak en wiet en, en cocaïne en zeg maar Meer dan gemiddeld. Hè. Dus, ja. En daar ben ik, niet op, ik ben er niet op tegen hoor. Voor mij hoef je al die middelen niet te verbieden. Voor mij hoef je homoseksualiteit ook helemaal niet te verbieden. Maar je hoort daar... Uh, niets positief in te staan. Ja, mijn dochter die, die zit nou... Uh, die, die werkt trouwens op stage bij het Leger des Heils. Die werkt dan in een stageverband bij het Leger des Heils. En die afdeling waar zij zit... Ik zal niet zeggen waar hoor. Maar dat is dan uh, het eindstation. Dus de mensen die daar zitten... die zijn uit alle opvangcentra al uh, ja, eruit gedonderd. En dan zaten ze weer op straat... En dan gingen ze weer rottigheid uitvreten en ja, dat was ook de oplossing niet. Dus ja, de overheid had geen andere mogelijkheid dan die mensen levenslang op te sluiten. En dat is weer moeilijk met de wetgeving. Want ze zijn wel ware, heel erg veel overlastgevend, maar dat is nog geen reden om iemand voor het leven achter de tralies te zetten. Dus is er met het leger des heils kennelijk dus een overeenkomst gemaakt van uh, kunnen jullie een apart... Nou, een soort vestigingen waar dat soort mensen dan terecht kunnen. En mijn dochter die wilde daar graag stage lopen, met name omdat ze daar vonden dat die mensen gewoon die drugs mochten blijven gebruiken. Nou, dat vind ik toch heel coolant. Ik vind het ook terecht hoor. en mijn dochter die sprak dat aan, die die vond er al eerder mee dat ze dus tegen mij zei van, nou, ik heb gehoord over een hele moderne aanpak en dat spreekt mij wel aan. Ja, dus niet het opgeheven vingertje naar die mensen toe van je mag geen cocaïne, je mag geen speed en je mag allemaal niet. gewoon maar laat maar gaan. Nou, ja, voel ik wel goed. Ik vind het goed dat mijn dochter daar zit. Nu ze een beetje. Ja, natuurlijk het leven kennen. En mijn dochter is een pinter. Ja, dat is denk ik wel een goede omgeving voor haar. En het andere wat van de week gebeurd is. is dat ik heb een. een dislike gehad op een beschouwing die ik heb gehouden over een rel die plaatsvond in Amerika, Noord-Amerika, en daar was een predikant en die heet John MacArthur en die heeft op de tv of zo, je man is heel beroemd. Hè? Als ik jou was, zou ik niet naar hem luisteren. Dat heb ik al gedaan en als ik jou was, zou ik niet naar hem luisteren. Ik heb dan naar hem geluisterd, maar dat moet ik weten. Maar je kan, beter naar, ja, je kan beter naar het Bijbellezen luisteren van mij en Jörg en Michael. Daar heb je meer aan. Zeg ik je. In plaats van die John MacArthur. Die John MacArthur is een predikant. En, ik word er eigenlijk al ketsmisselijk van. Hè? Daar gaan ze met overtuiging spreken. Dus dan, uh, dan krijg je iets als. En uh, in the last chapter: Our Lord dies. Our Lord dies. Ja, gewoon herhalen. Ik Dat doet John MacArthur heel veel. Dat, dat, dat irriteert, hoor. En ik heb er dan doorheen uh, nou, mijn irritatie op zijn gezet, want ik wilde een beeld hebben van die man. Maar wat is het nou voor een snuiter? Hè? En ik hou niet van die toontjes. Dus, van dat van zo. Ik vind dat de inhoud van je woord. Dat moet verrassend zijn. Je bent predikant. Je moet met iets komen waar andere mensen nog niet over hebben nagedacht. En een conclusie hebben verzonnen die zij nog niet verzonnen hadden. Of je houdt gewoon een leuk verhaal. Waar ze de mensen in mee kunnen haken, dingen die ze al wel wisten, maar dat ze het fijn vinden dat je daar nog een keer bij stilstaat. En niet dat je de overtuigingskracht van je woord haalt in dingen als stemverheffing. En van die toontjes. Maar ja, ik hou er niet van. Dus daarom zou ik zeggen, luister niet naar hem. Maar hij was dan op de tv... Of op de radio, gewoon de algemene media. En daar had hij zich uitgelaten. dat hij zich helemaal groen en geel ergerde. aan het feit dat er steeds meer vrouwen zijn. die op de kansel staan. of achter de kansel, hoe zeg je dat? Die de predikant lopen uit te hangen. en de gemeente gaan toespreken. Want zei hij, dat hoort helemaal niet. volgens de Bijbel. Nou, en ik. ik weet waar hij het over heeft. En ja, dan moet je heel voorzichtig zijn, want ik heb dus een dislike gekregen. Kijk, ik hang er zo'n een beetje tussenin. Ja, er zijn mensen die zeggen, nou, het is de hoogste tijd dat vrouwen ook mogen prediken. Want dan mochten ze al die eeuwen niet en nu oh, well, moet het echt gaan aanmoedigen. Dat is dan de ene kant. Hè. Dan heb je de andere kant en die is dan de kant van John MacArthur en die zegt van, nou, helemaal niet. Ze hebben het eeuwenlang, millennia lang niet gemogen en daar was een hele goede reden voor en in die reden is helemaal niks veranderd, dus ze mogen, mochten het toen niet en ze mogen het nou nog steeds niet. Punt. Het is zelfs verschrikkelijk. Het is uh, oneerzaam voor een vrouw om te gaan prediken. Nou, en ik hang er dan... vind ik dan zelf heel erg leuk... ik hang er dan tussenin. En dan gaan mensen zeggen van... nou, ik doe een dislike... ik ga je dissen. En denk, wat nou? En dan ook alleen maar disliken... en niet eens even zeggen waarom. Want ik kwam toch met een hele milde... dat ik zei van... nou, voor mij mogen de vrouwen best prediken... en ik zit met smart te wachten... echt met smart te wachten... Op de vrouw, de vrouw, hè, die achter een kansel gaat kruipen, of erop gaat staan, of we zeggen voor de kansel, bij de kansel, hè, die de preek gaat houden. En haar preek gaat erover dat je in, het, in de hedendaagse samenleving goed kan zien dat Genesis 3, waarbij Adam en Eva het paradijs kwijtraakten, doordat Eva niet luisterde naar haar man die op dat moment gelijk had. Adam heeft gezegd... je mag voor alle bomen en struiken... je mag van al die vruchten, mag je eten... maar niets van die boom die in het midden staat. Want dat wil die grote... de grote klojo, laten we het zo maar zeggen. De grote klojo, God, die heeft gezegd... nee, dat mag niet. Want die boom niet en de rest allemaal wel. En Eva, die dacht... ja... Um, ik weet niet... Nee, dat, dat, dat was puur fout. En dat Adam mee ging doen met Eva, dat was eveneens puur fout. En de eerste die de fout inging, dat was Eva. Kijk, als Eva niet was gaan eten van die vrucht, van de boom van kennis van goed en kwaad, dan was Adam het niet gaan doen. Het is Eva die Adam heeft verleid. En het is Adams stomme schuld dat hij zich heeft laten verleiden. Oké. Okay. Ja, het best. Maar het was Eva die niet naar Adam luisterde. En kijk je naar de hedendaagse samenleving. Nou, dan zie ik dus ontzettend veel stellen. waarbij de vrouw niet luistert naar de man. Ook al heeft hij gelijk. Allemaal van die vrouwen. die hebben. Ja, die kunnen van een, een tatoeage op hun voorhoofd laten doen. En daarop staat: dat zeg je nou wel, maar. De moeder van mijn kind dat was er ook zo een. Er, er kwam een, een brief. Ik was nog getrouwd, hè? dus kan ik zeggen bij ons thuis. Bij ons thuis komt er een brief binnen van de overheid. Met de aankondiging dat zij, de moeder van mijn kind, geacht werd om te verschijnen voor een bevolkingsonderzoek. Ze waren nieuwsgierig of zij baarmoederhalskanker had. Daar wilden ze op gaan onderzoeken. En zij schrok er heel erg van. Nou, oh, baarmoederhalskanker, oh, dat is, het zal toch niet ook dat, dat hebben. Oh, 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 oh. En ik tegen haar, ik zeg nou, het voorkomen van baarmoederhalskanker, dat is dermate laag dat bij een bevolkingsonderzoek de kans groot is dat jij als participant aan het onderzoek dat je een fout positieve aantekening krijgt. Dus je krijgt dus het bericht van. Nou, mevrouw, u heeft het. En dan ga je de volgende fase in. Terwijl je het helemaal niet hebt. De, de proef, de toets. Die zit boven de 0,6. Je hebt in plaats van 0,6, dan de grenswaarde. En, en je heb je dan 0,63, ja, dan heb je het. En heb je 0,59, nou heb je het niet. Nou, zo werkt dat. Ja? Nou, en als het voorkomen van een bepaalde afwijking, ziekte, toestand... als die heel erg laag is, niet als het 10% van de bevolking is... Dan als 10% van de vrouwen baarmoederhalskanker heeft of oploopt... dat je dat mag verwachten, dan is een bevolkingsonderzoek heel verstandig. Dan kan het wat opleveren. Maar als de prevalentie, dat is het mooie woord, als de prevalentie laag is... En baarmoeder als kanker, dat is typisch zoiets, dat is een hele lage prevalentie. Dan is het zelfs gevaarlijk om eraan mee te doen. Ja, de kans dat je als fout positieve, hè, dus zonder dat het nodig is, dat je baarmoeder geamputeerd wordt, eh, die is groter dan de kans. Dan dat jij baarmoeder hebt, baarmoeder als kanker hebt. En het wordt niet geconstateerd, omdat je bijvoorbeeld niet meedoet. Dat, heeft, dat is puur wiskunde. En die wiskunde, die heb ik. Ik was heel goed in statistiek. Dat was een hobby van mij. Dus You Believe Me dat ik er goed in was. En ik heb dat uitgelegd gekregen, hoe je die statistiek, die baarmoeder, bevolkingsonderzoeken, uh, hoe die wiskunde dus werkt. En de man die dat doseerde, dat was een hele gedreven docent. En die zei ook: Ja, dit is een groot schandaal, dit, dit in Den Haag niet. Dus bij de, bij de, de regering, de beleidsmakers, dat dit niet meegenomen wordt. Maar ze zo zouden bevolkingsonderzoeken moeten verbieden als de prevalentie van de kwaal. Minder is dan, nou ik weet even, dat ding niet meer, maar 1 op de 1000 of zo. Nou, als het minder dan 1 op de 100 is, dat, dat, zoiets was het. Als het minder dan 1 op de 100 is, moet je geen bevolkingsonderzoek doen. Het dat 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 zou verboden moeten worden. Want er is geen toets met een goed genoeg onderscheidend vermogen. Uh, uh, je, moet er mee nemen, je moet er of rekening mee houden dat je heel veel mensen die het hebben, die ga je niet detecteren. Dat is de ene mogelijkheid. Oh, de andere mogelijkheid is, van degenen die het hebben, detecteer je 80%, 90%. Maar van de groep die jij gedetecteerd hebt, daarvan heeft 80% de kwaal helemaal niet. En dat volgt puur uit de wiskunde. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de onderzoeksmethodieken. En natuurlijk gaat het erom dat die onderzoeksmethode zo goed mogelijk is. Want als die nu heel vaag en slecht is, dan heb je heel veel fout positieve en heel veel fout negatieve. Dat je tegen iemand zegt, nou, u heeft het niet, maar dan hebben ze het dus eigenlijk wel. Natuurlijk maakt het wel uit, maar wil je correct presteren. Dan moet je echt een enorm goed onderscheidend vermogen hebben in je toets. Een onderscheidend vermogen dat zo ontzettend goed is dat het niet reëel is om dat te verwachten. Dat dat kan. Mensen kunnen, als je het hebt over hoog springen. Ja, mensen kunnen best een metertje hoog springen, heus. En 1,20 meter, 20, dat kan ik zelfs nog. En dan gaat het moeilijk worden. En dan heb je hele ja, getrainde, afgetrainde lui... en die springen wel uh, twee meter of zo. Ik weet niet waar het Olympisch kampioenschap ligt, hoogspringen ligt. Maar dat betekent niet dat als je door gaat trainen... dat je een atleet kan hebben die twintig meter haalt. Twintig meter is niet reëel. Zo hoog kan een mens niet springen. wil met een stok. Nee, sukkel, daar heb ik het niet over. Dat is nog de leugenaar, die hadden weer, dat zo kom. Ja, maar wel met een polsstuk hoog springen kunnen ze. Ja, ha, ik bedoel gewoon hoog springen. Dan mag je een aanloopje nemen, dat wel. En je mag sportkleren aan. Je mag van die soepele schoentjes, dat mag allemaal. En hoe hoog spring je dan? Ja, je springt niet 350 meter hoog. En zeker geen 13 meter. Dat kan helemaal niet. Dat is niet reëel. Dus ik zei tegen mijn partner: toen, nou ja, dat moet je helemaal niet doen. Dan moet je je niet bang laten maken. Gooi die envelop maar weg. Je mag gewoon niet meedoen. Het is uh, niet verplicht. Het is uh, niet zo dat ze je opkomen halen met een politiebusje. Hoor. Hij zei boos, jongen. Ging dwars tegen me in. En hoe weet je dat nou? Ik zei, nou, dat heb ik gehad. Met epidemiologie. Ik ben ingenieur. En ik ben heel goed in statistiek. Kijk, dat gaat. Ja, ze ze. Maar dat was in de jaren tachtig. Ja, ja, dat klopt. Ja, ze ze. Dat is al heel lang geleden. Dus die, uh, die wiskunde is verouderd. Kijk, dat, dat is verschrikkelijk. En dat gebeurt heel veel onder vrouwen: dat ze niet luisteren naar hun man. Ook al heeft hij gelijk. He, Adam had gelijk. En Eva luisterde niet naar hem. Nou, dat is niet goed. En ik had gelijk met dat bevolkingsonderzoek gebeuren. En ze had naar mij moeten luisteren. Ze heeft het niet gedaan hoor. Ze is niet opgegaan voor dat onderzoek. Want ze is heel slordig en heel vergeetachtig. En ze legt alles naast zich neer. En nou, erg onbetrouwbaar. Ook naar zichzelf toe. Dus in zekere zin kreeg ik mijn zin. Maar wel even tegen me ingaan waar het kind bij is. Mijn dochter weet ook niet beter dan dat mama het altijd beter wist. En papa is eigenlijk maar een beetje een domme man. En dat is niet goed. En ik denk dat het heel goed zou zijn als een vrouw, juist omdat ze een vrouw is, het hierover zou hebben. En dat ze het er net zo lang over heeft totdat er wat begint te veranderen in onze maatschappij. En vrouwen beter gaan luisteren naar hun man. Ja, en de, vrouwen vinden dat heel moeilijk. Om van, ja, nou, ik moet luisteren naar mijn man. Nou, ik ben, uh, ik ben eigenwijs, want ik ben feministisch. Ja, maar als iemand gelijk heeft, dan heeft hij gelijk. Ga. Ge... En dan dus even disliken op mij dan. Hè? Ja. -ha -ha -ha. <laughs> ja maakt me ook niet zoveel uit. Moeten moet de mensen mezelf weten. Ik snap uh, redelijk goed uh, waar het allemaal vandaan komt. Het heeft alles te maken met het Woord, het levende Woord. Ook ik kwam van de week. Dat was gisteren, zaterdag. Was er een vrouw en die stond te evangeliseren hier in de Koningsstraat. Een vrouw is, denk ik, maar iets ouder dan ik. Schat ik. Ja, ik denk ik, iets ouder dan ik. Niet heel veel ouder, maar uh, iets ouder dan ik. Een Hele pronte dame. Met een hele heldere blik. Wauw. En. Nou, ze zeiden dus, zo. Mag ik u wat aanbieden? La la la. Ik zei: Nou, dat mag wel. Ik zei, maar ik ben een bijbelgelovende christen. Dus ja. Ja, ik hoef niet meer bekeerd te worden. Hè. Ja. Ja, daar heb ik gewoon vanavond zo'n foldertje in ontvangst genomen. Want dat kan ik dan doorgeven aan iemand anders. En bij het afscheid kreeg ik nog een foldertje. Dat vond ik ook wel leuk. Ik heb ze allebei natuurlijk netjes bewaard. Die liggen hier. Ik ga zelf, denk ik, ook maar eens een keertje evangeliseren. Misschien doe ik wel met ze mee. Volgende keer contact met ze opnemen. Ga ik ook in de kou even buiten staan. Ja. Waarom niet? En met haar had ik het dus over het woord. Hè. Het woord is het, het woord is het begin en het einde. Het woord is de alfa en de omega. In de beginnen was het woord, hè. en het woord was bij God, en het woord was God. En God is de alfa, de eerste. En de omega, de laatste. Het zijn de alfa en omega, dat zijn twee letters van het Griekse alfabet. De alfa is de eerste letter en de omega dat is de laatste letter. Ja, ja. Laat het maar lekker op je insinken. Het ging dus om het woord. Het is de... de de helderheid in het begrijpen van de wereld die is simpel. He, je kan moleculen nemen, en die hebben heel veel verschillende moleculen. Dus uh, doe je ook uh, uranium, doe je erbij en plutonium en uh, molybdem en koper en uh, stikstof natuurlijk en uh, koolstof, zuurstof. En allemaal atomen, ook moleculen, butaan doen we erin... en natriumchloride en uh, ammoniak en zwavelzuur. Daar maken we een hele grote oerzoek van. En dan gaan we wachten tot het gaat praten. Ja, en dan kan je wachten tot je naar ons weegt. Maar materie gaat niet uit zichzelf praten. Dat kan niet. Dus het woord... De gedachte die voorafgaat aan het woord. Want een, een woord kan alleen maar komen als er eerst een gedachte is. Ja, dat was het begin. En ik heb uit. En dat is dan geloven. Ik geloof dat het woord God dus, dat, dat die begaan is met ons lot. En dat het, het woord een gruwel is als wij liegen. Want daar is het woord niet voor bedoeld. Het woord is bedoeld om de waarheid te spreken. En als wij gaan liegen, dat, dat vindt het woord God dus. Dat, dat vindt God verschrikkelijk. Ja, wat mijn gezin is overkomen. Met een partner die vreemd ging en dan uiteindelijk een scheiding aanvraagt. En. En dat kind huilen, jongen. Oh, wat vond het meisje dat erg dat haar er ouders gingen scheiden? Hè? En wat vond dat kind het erg dat er elke dag gemopper was van die moeder op mij? En dat is ook heel erg. Hè? Dat, is, dat is kindermishandeling. En dat vindt God ook heel erg. Want het is Zijn kind namelijk. De kinderen zijn van de, van de ouder in die zin dat die ouder een verantwoordelijkheid heeft naar het kind toe. Je moet goed voor het kind zorgen. En in die zin mag je zeggen, het kind is van mij. Dus als mijn kind iets nodig heeft, dan ben ik daar om dat te geven. Want het is mijn kind. Het is mijn, uh, mijn klant. Maar zeggen. Als je een hotelier bent, hè, dan, zo is het eigenlijk de relatie van een ouder tot zijn kinderen. Die is zoals een hotel-eigenaar tot zijn gasten. En die gasten die zijn van de hotel-eigenaar. Die, die hotel eigenaar die kan zeggen: dat zijn mijn gasten. Dus als mijn gast iets ontbreekt, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. En zo kan je als ouder zeggen: die en die, dat is mijn kind. Als het mijn kind iets ontbreekt, dan is het mijn verantwoordelijkheid. Maar een hoteleigenaar kan niet zeggen: oh, Jij bent mijn gast. en Nou, ga eens even afwassen, of ga eens even dit doen. Maar trouwens, ik heb gehoord dat ik vanmiddag gedaan naar tuin toe ben geweest. Nou, dat bevalt me helemaal niet. En ik, nou, morgen ben je hier ook nog, heb ik begrepen. Nou, dan heb ik wel liever dat je morgen wat anders gaat doen... en dat je niet weer daar naartoe gaat, want uh, ik hou daar helemaal niet van. Dat moet een hoteleigenaar niet tegen zijn gasten zeggen. Dat zal hij ook niet doen. Maar dat horen ouders ook niet tegen hun kinderen te zeggen. Tenzij je kind naar iets toe is geweest en dat je als ouder zegt van... nou. Ik vind dat niet het meest geniale plan wat je hebt uitgevoerd uh, van de laatste tijd. En dan dien je als ouder uit te leggen aan je kind waarom je dat niet zo'n goed idee vindt. Dat kan een hoteleigenaar natuurlijk ook doen. Hè? Dat uh, zijn gasten die, zeiden, die zeiden van oh ja, we zijn daar en daar naartoe geweest en dan hebben we gegeten. En dat die hoteleigenaar dan zegt van ja, Aha. Nou, als je de volgende keer aan het eten gaat en je wilde het streekgerecht eten. dan zou ik uh, niet naar de McDonald's gaan. Want die verkopen het ook. Maar dat is niet echt. En dan moet je gaan naar het, uh, het restaurant en het heet Tante Ghechie. En vaak moet je van tevoren even bellen als je komt. Maar dan kookt Tante Geggy voor jou. En daar is het, uh, echt, heb je echt het streekgerecht. En niet dat uh, laffe aftreksel was bij de lokale McDonald's erbij surfen. Er dus een hotel-eigenaar uh, die kan wel iets corrigerends zeggen tegen zijn gasten. En dat dient gebaseerd te zijn op een idee, dat is een consensus. En je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid naar je kind toe, omdat jij als ouder meer weet dan je kind. En je moet je kind behoeden voor grove fouten. Ja, dingen voor jou om over na te denken. Dat zijn een beetje de dingen die mij afgelopen week zijn overkomen. Het was voor de rest echt een toffe week. Mijn hand is goed aan het herstellen. En ik heb oefeningen gekregen voor de fysiotherapie voor de rest van mijn lichaam. Daar moet ook wat mee gebeuren. Nou, dat... Gabbel. En bovenal, ik ben weer lekker aan het programmeren. Dat is uh, erg tof. Dat is eigenlijk wat het meest bijzondere wat er de afgelopen weken is gebeurd. En ook heel positief. Programmeren is toch mijn passie. Dat is de reden waarom ik mij thuis voel in deze wereld. Anders zou ik echt niet weten wat ik moest doen hoor. Ja maar Piggy, jij moet toch schoonmaker in de gehandicaptenzorg? Ja, dat is alleen maar voor de poen. Nou, ik vind, ah, dat is ook niet helemaal waar. Maar, dat is, maar het is eigenlijk alleen maar voor de poen. En ik heb er een hoop plezier aan. Ook. Maar dat is niet iets waar ik voor opgeleid ben. Het is, uh, het is alleen maar voor de poen. Als de, als de overheid straks zegt... Van, nou, we hebben nog eens over nagedacht... maar jij krijgt uh, je minimumuitkering... En, uh, en je toeslagen... en uh, bij deze is het geregeld... dan zeg ik gelijk uh, ja en amen natuurlijk. Kan ik altijd nog schoonmaken... in de zorg als ik tijd heb en de zin heb of zo en dan mag dat geld afgetrokken worden van mijn uitkering. ik me niet erg. Maar er zijn mensen, ja, er zijn bepaalde plekken waar ik met plezier ja, heb gewerkt. <laughs> en daar ga ik heus graag nog een keer naartoe. En die bewoners, die kennen me ook. Ja, doen wel vriendelijk tegen mij. Maar nou, mijn passie zit hem. En dan terug naar het woord en het woord: de, de taal. De boodschap. Zo kan je het ook zeggen. Tja. Wat is wel leuk? Ik krijg nou een, uh, een reactie van een van de mensen die meegaat doen met het CO2 experiment. Op een of andere manier, hij heeft al meegedaan. Hij heeft al meegedaan in die zin dat hij gezegd heeft van ik wil al meedoen. Nou, dan heb je wat mij betreft al meegedaan. Hè? En die heeft een vraag gesteld: uh, Perry, heb je misschien een aanrader voor mij op het gebied van het woord? Ah. Echter, is het voor mij lastig om het woord grijpbaar te maken? Nou, ik denk dat ik wel wat dingetjes voor hem zal hebben. Ik, ik zal hem wel even antwoord gaan geven. Daar komen we wel uit. Nou, dit was een week overzichtje ja? En vanuit een, een IKEA-bed met een hele gelukkige periwinkel erin, zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers... Tjus! En tot de volgende beschouwing. Dag lieverds.